dinsdag 18 september, de schoolreunie. En we hebben vandaag op Prinsjesdag nog wel een prinselijke man naast ons zitten van de Brandsma MAVO in Hilversum, wou ik zeggen, maar het is gewoon Bussum. Jan van Lunteren, hartelijk welkom Jan. Dankjewel. Je was te laat, waar is je briefje? Ja. Ik moet ik nou vegen? Of, Nee, dat deden we niet meer, vegen. Nee, wat deed je dan wel? Leuke dingen gingen we gewoon met elkaar doen. We hebben alleen maar leuke dingen gedaan. Oké, nou daar gaan we zo nog genoeg over. Want ik heb natuurlijk met Jan een hele voorbespreking gehad. En we zitten hier al 3 uur bij. Nee, 2,5 uur zeker. Hè? Ja, hele boeken achtergelaten. CD's. Zelfs 2 videobanden die jullie allemaal terug kunnen zien op de reunie. We hebben dan een klein tv'tje met de videobanden van... wat was het eigenlijk? Kerstborrelen? En... Je band van de kerst, ja. We hebben een enorm kerstdiner aangericht in school. En met hulp van mijn broers en kinderen. En dat was gewoon een feest. Kaarsjes die aangingen en zelf weer uitgingen. Afscheid van mij genomen. Ik heb genoten in ieder geval. Ja, en dat kunnen we allemaal op de reunie namelijk terugzien. We hebben een mooi hoekje gaan inrichten. We hebben wat boeken meegenomen. En daar liggen dus diverse spullen. Kunnen we rustig kijken op de reunie. Hoe gaat het nu met je, Jan? Je bent 73 jaar, heb je net verteld. Ja, hoe is het nu met je? Het is nog niks. Ik 73. Ik begin pas. Ja, nee, gaat goed. Ik heb mijn mankementjes, maar ik geniet van al mijn vrije tijd. Ja, en je vertelde dat je na de Brandsma MAVO ging je naar een andere school in Hilversum. Hè? Als je in Hilversum op een school gewerkt, dan wil ik niets van weten. Dat was gewoon geen leuke school. Dus ik teer eigenlijk nog op de laatste, op die 10 jaar Brandsma. Dus ik mag ook niks over zeggen over de Beatrix Hilversum. Je mag het wel zeggen, maar ik geef er gewoon geen antwoord op. Dat was geen... Nee, het was niet leuk. En Brandsma, dat was gewoon... Ja, het was één grote familie. En ik had veel contact met de ouders. En met de leerlingen ging het allemaal vanzelf. Er waren wel eens wat kleine dingetjes die niet deugden. Maar ik stapte er al gauw overheen. En... We hadden een leuke tuin daar en een leuke gymzaal en eromheen en Bussum was leuk. Het verschil met Bussum en Hilversum is dat in Bussum zeggen ze meneer tegen je en in Hilversum zeggen ze jij en jou. Dat is het grootste verschil eigenlijk. Ja, je was conciërge, hè? Zo heet dat, maar daarvoor deed je natuurlijk al een hele hoop andere dingen. Kun je in het kort vertellen wat je allemaal uit hebt gespookt? Je hebt aardig wat dingen gedaan, heb ik zo gehoord. Ik heb dat menigmaal voor de klas ook verteld. Als invul half uurtje dat ik gevaren heb, dat ik meubelmaker ben geweest. Ik heb heel veel van de wereld gezien natuurlijk, maar voornamelijk is dat ik altijd in de meubels gezeten heb. En daarna werd ik conciërge. En dat was toch wel de leukste tijd. Ja, dat deed je van 1980 tot met 1990 het einde. Want ja. We hebben een heel mooie foto, heb ik net gezien. Daar waar je als laatste van de Mohikanen van de Brandsma Maten, hè, moet ik het goed zeggen. Ja, het christelijk. Ja, de Brandsma Maten. Doe jij het hek dicht? Die staat als goed is al op Facebook, dus iedereen heeft het al kunnen zien. En nou, ik toch met je erover heb, want ik begon natuurlijk over het speakbriefje natuurlijk, of het speakbriefje over het briefje wat je natuurlijk als... we hebben er ook een paar geplaatst op Facebook, want een hele hoop kwamen natuurlijk bij jou altijd afmelden van mijn fiets en vertel eens wat je allemaal te horen krijgt. Nou ja, van de ouders die opbelden van mijn kind is te laat en geef er geen straf alstublieft en... Ik bracht kinderen naar huis als ze een gebroken been of gebroken arm hadden. En dan kreeg je naderhand, als je dat een paar weken gedaan had, een leuk boek of zo. En, het was gewoon leuk. Wat was nou de ergste smoes die je ooit gehoord hebt? Dat je denkt, van, ja, het zijn natuurlijk heel hoog geweest. Er was er één die sprong er dan wel uit van het had hard gevroren. En toen was de wasmachine in de schuur bevroren en die was overgestroomd, waardoor de schuur niet meer open ging. En toen kon mijn kind de fiets niet pakken. En daardoor is het te laat.
Ja, dat is, die heb ik ook hier van je gekregen. Net die gaan we ook plaatsen. Want een heel verhaal is dat, zag ik. Ja. Onder andere, ja, er zijn er veel meer. Dat ze dus 3 uur op zo'n wachten voor de gymles. En dat er dus helemaal geen gymles was. Maar dat briefje, dat heb ik gewoon bewaard. En zo had ik hele bossen met briefjes. Ja. Zat je niet, want gelijk, ik dacht altijd links. Maar links was de leraar. Daar zat meneer Koekoek, hè? Links. Ja. En rechts hadden we de lerarenkamer. En jij zat helemaal achterin rechts, wat nu het washok is. Ja, in de hoek was mijn kantoor en de deur moest altijd open blijven. Want het zat altijd vol met jongens en meiden die kwamen klippen of huiswerk maken. Of gewoon gezellig. Ja, en ik zat er ook vaak met oud-leraren die afscheid genomen hadden, maar toch weer terugkwamen met een onsje spek of zo. Van, zullen we dat even samen opeten? Van Verkleij. Van Verkleij. Van Verkleij, ja, bijvoorbeeld, ja. Je bent nu met pensioen, hè? Je bent nu 73. Maar wat doe je zo de hele dag, Jan? Vertel het even. We hebben een boot gehad. We hebben heel veel door Nederland en België gevaren. Maar dat op- en afklimmen, dat lukt nou niet meer zo best. We kamperen nog steeds. En dat hebben we vorig jaar over moeten slaan vanwege een ziekte. En nu hebben we dat weer voorzichtig opgepakt. Ja. Goed, na de reclame vlug weer terug. En we zijn weer bij Jan van Lunteren. We hadden even een reclametje tussendoor, want ja. Je vrouw riep je op Henk. Het levert geld. Henk, sorry. Ja, Henk is al geweest. Henk is al geweest. Ja. Kon je trouwens goed opschieten met Henk? Met Henk kon ik wel opschieten, ja. Henk en Truus en noem er nog eens een paar. Ach, ik hoop dat iedereen wel opschiet eigenlijk. Ja, jij wel, hè? Want je bent eigenlijk, hoor ik, een hele lieve man. En eigenlijk moet ik dat aan je vrouw vragen. Ben je maar je vrouw... Ik ben niet zo lief, hoor. Nee, maar ik leef mee. Je kan goed meeleven. Ik kan goed meeleven. Je kan je goed inleven, dus. Hè? Inleven. Heel meeleven. Belangrijk. Ja. En opleven. Ja, nee, heel leuk. Toch, dat is heel belangrijk. Een conciërge vind ik altijd. Dat moet echt iemand zijn die waar je tegen... Ja, bij mij op school was het vroeger een hele norse man. Ja. Maar jij lijkt me echt een hele toegankelijke man. En altijd wel oor naar wederhoor. Klopt dat? Hè? Ja, dat was mijn doel eigenlijk wel. Van zoveel mogelijk meegaan met de jongens, met de meiden. Maak het zo leuk mogelijk voor ze. Als het kan natuurlijk. Zijn er nog een paar bijgebleven dat je denkt van... Nou, die mensen die zou ik nog graag een keer terug willen zien op de reunie? Ja, de eerste die me opkomt is Ans Kloosterman. Ja, die is erbij, hoor. Die is erbij, gelukkig ja. Maar. Ja. Ze zal iets ouder geworden zijn. Ja. Richard van Vrede, een Monique, een ach ja, dat is een Esme Lam. Maar die kunnen we geloof ik niet vinden. Nou, bij deze gaan we met z'n allen zoeken dan. Esmeralda Lam heet ze toch? Of Esme? Ja, maar ze werd Esme genoemd. Dus, okay. Ja. Je bent getrouwd en hoeveel kinderen heb je? Ik heb altijd maar 2 kinderen gehad en daar is bijgebleven. En ik heb inmiddels 2 kleinkinderen. Of inmiddels, daar is het ook bijgebleven. Dus een heel groot is die geworden, maar wel heel gezellig. Heb je 2 jongens of een jongen en een meid? Een jongen en een meisje en die kennen ze ook wel, want die hebben menigmaal op school geholpen ook. Ja, ik zag ze voorbij komen op de foto's net met het kerstdiner. Kerstdiner, ja. Omschrijf de Brandsma MAVO in het kort. Dat had je, dacht ik, al een beetje verteld net. Hè? Van hoe vond je de Brandsma MAVO, de leerlingen, de mensen? Het was een kleine school. Maar, een kleine school en het was een christelijke school. En dat sprong er wel uit. Koekoek die hield daar flink de hand aan. Die gaf zelf ook regelmatig les. En ik kon goed met Koekoek opschieten. Dus samen organiseerden we wel veel dingen buiten de school ook. Dus dan in de werkweken, dat waren hoogtepunten. In de examenfeesten was leuk. En ja, eigenlijk was alles leuk. En je bent naar Polen geweest? Ik ben een paar dagen naar Polen geweest om een transport te begeleiden. En dat hadden die jongens dan bij elkaar gesjaggerd van hele organisatie was het wel om Bussum dus plat te krijgen voor geef. En dat mondde dan toch uit in 40.000-50.000 gulden aan opbrengst voor Polen. En zo hadden we elk jaar wel een doel. Hè, voor, we zijn de Pieterburen geweest. Ja. En we hebben in huizen hebben we voor een school, nee, voor hoe heet dat daar, die
Knip dat er maar uit. Nee, dat hoeft niet. Ben je gek? We knippen er niks uit, toch? Ja, nee, dat is die blinde. In blindeninstituut, bedoel je die? Nee, het was geen blindeninstituut. Het was een heel bekend iets. Trappenberg. Trappenberg. Hebben we ook een heel school, een heel speelde gebeuren neergelegd. En voor de dierenasiel in Krijlo hebben we hokken geplaatst. Ja, want jullie hebben wel heel veel ondernomen. Heb je al die posters allemaal bij hier. Dus echt, het was wel een hele initiatief werd er genomen voor alle goede doelen. Ja, het was natuurlijk ook deels reclame voor de school. En we maakten dan ook een hele optocht door Bussum heen. En met, soms met fanfare of met zo'n looporkest. En ja, het was leuk. Ja. Je komt hopelijk naar 18 oktober naar de reunie. Ik neem aan van wel. Dan moet je natuurlijk wel eventjes tegen al die leerlingen zeggen van jullie komen toch ook? Ja, zeker weten. Ik hoop dat ik een hoop leerlingen herken. En ik denk dat we niet genoeg hebben in één avond. Nee? Twee, drie avonden dan? Ja, als je zoveel mensen gaat ontmoeten, dan heb je verhalen en dan komen de verhalen los. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik kijk er ook naar uit. Ja, en er zijn ook nog wat oud-leraren die we voor je, die heb jij ook nog wat bij naam opgegeven. Daar gaan we even achteraan of we ze allemaal kunnen vinden. Ja. Dus we gaan ons best doen, Henk. Ik vond het heel leuk en mag ik je heel graag bedanken dat je hier was bij de schoolreunie. We kunnen alles terugzien op YouTube. Dan ga ik je straks allemaal nog eventjes laten zien hoe het werkt op Facebook. Jawel, Henk gaat ook op Facebook. Het gaat allemaal gebeuren. En Henk, ik zeg steeds Henk tegen je. Ik zit me hoog. Ja, nee, maar ik was de eerste van de Brandsma-Mavo, ja. Dus vandaar. Nou, ik zal het niet meer zeggen, Jan. Ik zal het niet meer zeggen. In ieder geval, ik vond het heel leuk dat je hier was, in goede gezondheid. En we zien je graag de 18e oktober weer terug. Met dank. Dankjewel. Of waar je nog wat zegt? Nee, ik kijk naar die dag uit en ik hoop dat we dat, dat we daar een hele leuke avond van maken. Dat gaat zeker onder een heerlijk borreltje. Wat voor borrel neem je? Als ik niet hoef te rijden, dan drink ik alles. Ja, je hebt toch chauffeur of niet? Die gaan we verzorgen. Oké, okay, nou leuk dat je was. Dankjewel. Dit was het.